hoe hoger je omzet, hoe hoger je rendement. Ik denk niet dat we daar heel stom moeten over doen. En dan kan natuurlijk takeaway en shop als aanvulling op je bestaand concept kei interessant zijn. Het is een mogelijkheid om meer klanten te gaan bereiken op hun job of bij hun thuis. Ik denk dat je wel moet nadenken van, is mijn product überhaupt delivery proof? En wat wij doen, gewoon eigenlijk dezelfde manier van presenteren, stoep met de twee sausen, de bal erbovenop, gewoon ook in onze delivery doortrekken. Want het is een verlengde van uw merk. Onze verpakking van de ballen is echt gemaakt om die volledige portie bijna luchtdicht te gaan kunnen verpakken, waardoor dat die lekker lang warm blijft. Stand for your brand, stickertjes erbovenop. Ik vind dat heel belangrijk dat ook uw branding die in uw restaurant heerst, uw merk, wat dat je doet, waarom dat je het doet, dat dat ook moet vertaald zitten in uw takeaway-verpakkingen. Dus we gaan ook gewoon heel vaak nog eens met een stift een persoonlijke boodschap gaan noteren op onze delivery. En eerlijk, de klassieke upselling van limonades, brownies gaan toevoegen aan uw delivery is altijd een goed idee. En wij zorgen eigenlijk ook wel altijd dat we keigoed vriendjes zijn met de delivery boys. Zij zijn uiteindelijk degene die ons merk gaan uitdragen. Enerzijds door ons product in ons gepersonaliseerd zakje, maar zo die een finale smile, die schrijven wij op ons doosje, maar dat zit ook wel in die delivery boy. Voilà, merci. Bedankt. Mooi, kijk dus.